Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 18 juli 2020 als ik dit opneem. Ik heb een postpakketje binnengekregen van uitgeverij Scratch. Dat weet ik vanwege de postcode die erop staat. Laten we kijken wat erin zit. En ik dacht, ik zet gewoon de camera weer aan. Want dan kunnen we kun je gelijk zien wat er uitkomt of wat er uit is gekomen deze week. Een kaart, Huidhonger en andere ongemakken, een dagboek ten tijde van corona door Michiel van de Pol. Very topical. Hi Michael, van de Pol flikt het. 2 boeken uit binnen een half jaar. Goed, Chris van Scratch. Ja, dat doet hij snel. Want ik heb al natuurlijk laatst Michiel van de Pol geïnterviewd over zijn laatste boek. Een mooi persbericht zit erbij. Huidhonger en andere ongemakken. Iedereen ging anders om met COVID-19 lockdown. Maar Michiel van de Pol maakte van de nood een deugd door elke dag zijn bevindingen in tekeningen te vangen. Dit maakt dit boek niet alleen een historisch naslagwerk voor jong en oud, maar ook nog een hilarische kijk in het brein van een tekenaar. Het is een relaas over angst, onzekerheid en verdriet, maar ook over hoe je te gedragen in de supermarkt, de opburende kracht van dansen in de keuken en waarom de achterwaartse bankligging een riskante positie is om je in te vervelen. Ja, kijk, hier hebben we nog wat informatie over Michiel. Oh ja, de Gevoelige Mannenclub heette dat boek wat begin dit jaar nog is uitgekomen. Dan laten we gewoon maar eens kijken, want Michiel heeft ook wel vaak cartoons gemaakt. En is een snelle tekenaar. Dat betekent dat hij waarschijnlijk dit ook gewoon snel heeft getekend. Hier zien we het boek in kleur. Nou, laten we gewoon maar even kijken. Mocht je niet bekend zijn met het werk van Michiel van der Pol, dan krijg je zo een aardig idee. Huidhonger en andere ongemakken. Het ziet er dus zo uit. Op 9 februari stond mijn oudste zoon Cas op het punt om op zichzelf te gaan wonen en waren we wat aan het klussen in zijn nieuw appartement. De decoupeerzaak. Stukjes van de tafel afzagen. Nou goed. Zo nu en dan maak ik strips zoals deze over mijn dagelijks leven, maar niet meer elke dag zoals ik vroeger wel deed. Nou, ik ga het niet helemaal voorlezen. Het is eigenlijk een beetje bij dit soort boeken of je houdt van het werk van Michiel of niet. En ik vind het wel leuk dat hij het weer persoonlijk aanpakt. Hoewel ik wel een beetje huiverig ben voor de grote hoeveelheid corona-boeken en gerelateerde uitgaven die ons nog te wachten staan. Ook omdat het nog niet helemaal voorbij is in deze periode. Maar toen was het ineens menens. Alle scholen toch dicht. Horeca dicht. Kinderopvang dicht. Iedereen binnen blijven. 1,5 meter van elkaar. Sociale onthouding was de name of the game. Gordijnen dicht en thuis blijven. En weet je wat? Ik vond het heerlijk. Nou, dat vind ik ook wel weer leuk aan Michiel van der Pol. Dat hij altijd een eigenzinnige blik op de zaken heeft. En misschien een beetje afwijkend dan die van jou. Maar dat is juist heel erg verfrissend. Om af en toe andermans visie tot je te kunnen nemen. En als iemand dat dan heel leuk kan optekenen en illustreren. Dat is natuurlijk des te beter. Tiger King zie ik voorbij komen. Nou, zou best wel eens een leuk boek kunnen zijn. Is dus nu uit bij Scratch. De nieuwe Michiel van der Pol. Huidhonger en andere ongemakken. Ik ben wel benieuwd. Is dit een boek wat je wil gaan kopen? Word je er blij van als je dit ziet? Ben je fan van Michiel van der Pol? Heb je het al gelezen? En wat vind je er dan van? Laat me het vooral weten in het commentformulier. Daar is dat formulier voor. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, stay safe. En hou je goed.